Deze kennisclip geeft een inleidend antwoord op drie belangrijke constitutionele vragen. 1. Wat is constitutioneel recht? 2. Welk regeringsstelsel heeft Nederland? En 3. Welke staatsvorm heeft Nederland? Laat ons eerst even kijken naar vraag 1. Wat is constitutioneel recht? Wel, in het recht is er een fundamentele tweedeling tussen privaatrecht en publiek recht. Het privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling en ook bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan huur- of arbeidscontracten. Bij privaatrecht gaan we uit van juridische gelijkheid en gelijkwaardigheid van partijen. In deze clip gaan we verder in op het publiek recht. Publiek recht is het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op het handelen van de overheid en regelt ook de verhouding tussen burgers, bedrijven en die overheid. In tegenstelling tot de gelijke positie van partijen in het privaatrecht, kan de overheid in het publiek recht via zogenaamde publiekrechtelijke rechtshandelingen eenzijdig, zonder akkoord van de burger dus, bindende beslissingen nemen, bijvoorbeeld een vergunning toekennen of weigeren. Het publiek recht bestaat uit verschillende rechtsgebieden, zoals het strafrecht, het bestuursrecht en het constitutioneel recht, ook wel staatsrecht genoemd. Welnu, deze clip gaat over het constitutioneel recht. Dit constitutioneel recht regelt de verhouding tussen burgers, bedrijven en de overheid en ook de inrichting en organisatie van de staat. In het constitutioneel recht is het antwoord op vraag 2 ook belangrijk, namelijk welk regeringsstelsel heeft Nederland? Een regeringsstelsel heeft betrekking op de horizontale verhouding tussen de wetgevende macht, het parlement, en de uitvoerende macht, de regering. Welnu, Nederland heeft een parlementair regeringsstelsel. In zo'n parlementair regeringsstelsel heeft de regering het vertrouwen nodig van een door het volk verkozen volksvertegenwoordiging, een parlement. Het parlement werkt samen met de regering en controleert die regering. De regering is namelijk niet verkozen en het parlement, dat dus wel door het volk is verkozen, kan het vertrouwen in de niet verkozen regering opzeggen als die het te bont maakt, zodat die moet aftreden en er een nieuwe regering kan komen. Dit is anders in een presidentieel stelsel, zoals de Verenigde Staten heeft. In een presidentieel stelsel is er namelijk geen vertrouwensrelatie nodig tussen parlement en regering. Waarom niet? Wel, niet alleen het parlement, maar ook de regeringsleider, de president, is verkozen door het volk. Het parlement en de president hebben dus beide rechtstreekse democratische legitimiteit. Tot zover het regeringsstelsel, dat dus gaat over de horizontale verhouding tussen parlement en regering. Een volgende belangrijke constitutionele vraag is vraag 3. Welke staatsvorm heeft Nederland? Een staatsvorm gaat voornamelijk over de verticale verhouding tussen hogere en lagere overheden. In een federale staat, zoals de Verenigde Staten of Duitsland, is er een federale overheid en min of meer zelfstandige deelstaten. In een gedecentraliseerde eenheidsstaat, zoals Nederland en ook Frankrijk bijvoorbeeld, is er een relatie tussen het centrale en het decentrale overheidsniveau, waarbij de centrale overheid het finale, soevereine beslissingsrecht in handen heeft. Nederland is dus zo'n gedecentraliseerde eenheidsstaat met enerzijds een centrale overheid of rijksoverheid en anderzijds worden ook bevoegdheden toevertrouwd aan lagere, decentrale overheden, namelijk de gemeenten, provincies en waterschappen. In tegenstelling tot deelstaten in een federale staat blijven deze lagere, gedecentraliseerde overheden onder bestuurlijk toezicht staan van de hogere overheid. Bovendien is Nederland naast een gedecentraliseerde eenheidsstaat ook een constitutionele monarchie, namelijk een monarchie waarbij de positie van de monarch, de koning, in de grondwet is geregeld. Tot slot maakt Nederland samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.